we hebben nu twee keer gezien. Waarom is dit geen hands, Ramon? Ja, de bal wordt gespeeld. Arm, hij heeft zijn arm gewoon zo langs het lichaam. Oké. Is niet opzettelijk. Kevin Blom, wat zijn we hier aan het doen? Hier zitten de winnaars van de workshop die de KNVB heeft uitgeschreven. Winnen een workshop met Kevin Blom. En de meest enthousiaste reacties, gemotiveerde reacties, die hebben een uitnodiging gekregen. En nou, we zitten hier nu met 17 kinderen die vol enthousiasme de workshop bijwonen. Ik ben 14 en ik vind het leuk om scheidsrechter te zijn omdat ik het heel leuk vind om met kleine kinderen te werken en om ze ook een beetje te begeleiden in het voetballen. Nou, ik ben 16 jaar en het scheidsrechter is eigenlijk echt een passie van mij. Het zit ook wel een beetje in de familie. Mijn opa is scheidsrechter en mijn vader is ook scheidsrechter. S'avonds tijdens het eten hebben we wel vaak discussies over of dat het wel een overtreding was of niet. Vroeger was het eigenlijk altijd een beetje een lachertje, scheidsrechter. En die heeft voor de rest niks anders te doen. En nu zijn het vaak kinderen die 's ochtends gaan voetballen. Of eerst gaan fluiten en daarna gaan voetballen. Of andersom. Ja, dat is natuurlijk wel een hele leuke ontwikkeling. Ik moet ook zeggen, mede door onze sponsor, dat de arbitrage steeds beter naar buiten is gekomen. En dat maakt het ook veel meer, ja, ik wil bijna zeggen, stoer om ook als scheidsrechter gezien te willen worden binnen verenigingen. En dat zie ik heel veel terugkomen. Het leeft gewoon wat dat betreft. Ja, ik ga proberen alles eruit te halen. En het hoogste is natuurlijk zoals Kevin Blom te komen. Is het niet veel leuker om gewoon zelf te voetballen? Dat is ook wel leuk, maar met scheidsrechter denk ik dat ik veel verder kan komen. En wat is dan je ambitie? Wat wil je uiteindelijk halen? Eredivisie of zelfs Champions League. Ik wil de eerste vrouwelijke scheidsrechter zijn die de klassieker fluit. Is het wel hands, is het niet hands? Ja, dat is natuurlijk geweldig om daar zo'n middag mee te stoeien. En ja, dat zie je. Die zuigen dat op als die vinden dat gewoon geweldig, de stof die we hebben. Ik heb nu mijn pupillencursus gehad. Dus ik moet eerst nog de boscursus doen. En daarna moet ik gewoon verder groeien. Zitten er talentjes bij? Ik denk het wel. Ja, absoluut. En dat heb ik vorig jaar ook al gemerkt en dat zeg ik dit jaar weer. Dus er komen er zeker weer een aantal bovendrijven.